Hebben nu nog zo'n 300 meter af te leggen. En het is aan de binnenkant Babesia Lorraine. En verklaart Rapida komt terug voor meer aan de buitenzijde. Ook zien we Zita Select terugkomen. En zo zijn we dan in de laatste 200 meter. De leiding is overgenomen. Everglide Rapida dan. Zita Select helemaal aan de buitenzijde. Komt ook nog Sugar Babe. Maar het is Everglide Rapida met Fred Handelaar. Die gaan het hier winnen. Op de tweede plaats Zita Select. Dr. Melfi stelt de derde plaats nog veilig voor Dio Lapé. En daar komen de winnaars, dames en heren, Everglide Rapida, de vijfjarige zwarte ruin van Handglider uit Royal Comic. Zweeds gefokt in eigendom van Hans Krebas, getraind door Bas Krebas en gereden door Fred Handelaar. De man die grossiert in gouden kampioenshelmen. Vele malen kampioen van Nederland bij de amateurs. En u heeft ook weer kunnen zien, middels een geweldig staaltje vakmanschap, waarom deze man zo vaak amateurkampioen is geworden. Felicitaties aan Stal Krebas en natuurlijk ook aan de winnende rijder Fred Handelaar. Bloemen zullen worden aangeboden aan Fred Handelaar door bestuurslid en oud-voorzitter van de Draverensport Noordoostpolder, Drede Bruin. Foto's worden gemaakt door Team Huibers en uiteraard wordt een en ander ook weer digitaal vastgelegd door Zonneveld Services. En morgen kunt u de replays van alle koers hier op Emmeloord al terugzien op het kanaal Zonneveld op YouTube. En dames en heren, het laatste is aan u, namelijk het applaus. Welverdiend voor Everglide Rapida en Fred Handelaar. Rijd aan. Stand by. En de start is gevallen. De paarden zijn gestart. En als de deelnemers de eerste meters doorkomen, is de start niet al te goed geslaagd voor Love is in the Air. We gaan op weg naar de eerste bocht. En daar is het aan de kop, de nummer 2 Everglide Rapida. Maar in een poging om de leiding over te nemen, maakt Dutch buitenzorg een galoppade. En die zakt daardoor weer uitgeschakeld, nummer 6 galop. Wordt uitgeschakeld. Dutch buitenzorg is uit de strijd genomen door het comité als de paarden de bocht doorkomen op weg aan de overzijde van de baan. We zien toch wel een veld dat nog het beste te omschrijven valt als gatenkaas. Aan de kop gaat Everglide Rapida. Op de tweede plaats Babesia Lorraine en derde Zita Select. Gat van 3-4 lengte dan tot de nummer 5 Diola P. En achter Diola P volgt dan het nummer 4 van Dr. Melfi. En zo gaan de paarden de manegebocht in. Wat verder weg in het veld Colzai Doe met Sugar Babe en een groot gapend gat tot Dreamline Promise en Love is in the Air. En zo zijn de paarden dan door de bocht. Ja, vanaf het begin tot het einde van de bocht zien we paarden. Maar het is daar aan de buitenzijde nu dat Hiltje Charlesma probeert de leiding over te nemen met Babesia Lorraine. Van Everglide Rapida die met Fred Handelaar aan de binnenzijde opereert. En daar hebben we natuurlijk het keur van het Nederlands amateurwezen 1 en 2. Nu in de volgorde Hiltje Charlesma, Fred Handelaar. Want het is Hiltje die leidt met Babesia Lorraine. Een paard met veel dadendrang bij het ingaan van de laatste ronde. Everglide Rapida op de tweede plaats. En in derde stelling dan Zita Select. Een gat van 5 lengte tot Diola P. En zo gaan de paarden de coolboxbocht in. Met daarachter dan op
de vijfde plaats op dit ogenblik. Dr. Melvi, die wordt gevolgd door Kozaidu en Sugar Babe. Paarden zijn op weg door de bocht aan de overkant van de baan voor de laatste maal. En het is aan de kop nog altijd Babesia Lorraine met een lengtevoorsprong op Everglide Rapida. Op anderhalve lengte probeert Cita Select aansluiting tot dit tweetal te krijgen slash houden als de deelnemers halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. Groter wordt het gat tot de rest. Diolape die aan de binnenzijde door Dr. Melvi gepasseerd wordt. Dr. Melvi gaat proberen het gat dicht te rijden. En wat verder weg hebben we dan nog Kozaidu en Sugar Babe. En de paarden gaan nu de laatste bocht in. Met nog altijd Babesia Lorraine. Babesia Lorraine een lengtevoorsprong en verglijdt Rapida op de tweede plaats. De derde plaats is dan voor Zita Select. Die Diolape nu na zich moet dulden. En daarachter dan Dr. Melvi. De paarden komen de laatste. Uitgeschakeld 7. Hebben we nu nog zo'n 300 meter af te leggen. En het is aan de binnenkant Babesia Lorraine. En verglijdt Rapida komt terug voor meer aan de buitenzijde. Ook zien we Zita Select terugkomen. En zo zijn we dan in de laatste 200 meter. De leiding is overgenomen. En verglijdt Rapida dan Zita Select helemaal aan de buitenzijde. Komt ook nog Sugar Babe. Maar het is Everglide Rapida met Fred Handelaar. Die gaat het hier winnen. Op de tweede plaats Zita Select. Dr. Melvi stelt de derde plaats nog veilig voor Diolape. Alsnog uitgeschakeld nummer 3. 3 galop.